Bij de versmarge groen worden geen stekken of waskogingsborden pleetst. Ook de omwenners worden vaak net van de versmarging op de hichte brocht. Wilst het gevaarlijk wijzen kind van rarend zoens. Ja, zeker als je in de grond gaat zitten vroeten, hè, dan kun je er rekening mee houden dat daar stoffen in zitten die gevaarlijk zijn. Dus het is echt noodzakelijk in dat die grond wat wordt schoongemaakt. En je mag ook verwachten van de overheid dat die dat initiatief neemt. De provincie hoeft de smargens net zelfs op te redden, maar met wol de eigenaars er vier krijgen. Dat kind mooi subsidie of een saneringsbevel, maar dat wordt in Friesland eens net dien. En daardoor bleef de smarge groen langer lissen als de fjouwer hier die ter vast zit. Friesland rekent wat dat betreft te veel inderdaad op de markt. En zou zelf meer het initiatief moeten nemen, ook meer moeten uitstralen dat het noodzakelijk is dat die grond wordt schoongemaakt. Het zij door zichzelf, maar liever nog door die anderen. Maar dan zal men dus andere middelen moeten hanteren. De provincie jouwt dat ze te min dien haar om de groen te saneren. Er wordt nou betterskip daar zijn. Ik denk dat de les die wij hier uit loeken is ja, wat strenger in de takkomst, wat minder teuken in de zin van de marginaal in goed oorlis uitkomen en wat vlotter, driftige middelen inzetten. De versmarging moet van het Rieking 2015 oprijden wijzen. De rekenkamer denkt dat de provincie dat net helje zil. Maar de provincie had er wel alle vertrouwen in. Dat slag het. En daar kan ik heel duidelijk in wijzen en heel optimistisch in wijzen. Omdat wij daar een flink programma op zetten. Wij weten hokker groen versmarrig is, wat er dient worden moet. Wij weten wat de einddatum is, 31 december 2015. Wij hebben daar heel tijd mee kunnen opzetten. En wij willen gewoon net dat het nog een keer zo gaat dat het in verliezen gewoon is.